Bro, je bent een pro bij deze video. Waarschijnlijk, als je naar de titel kijkt, dan denk je, huh? Maar ik zou dus deze video met dobbelsteen gooien. Maar in plaats daarvan, want ik vind 1, dat is dus alles claimen, vind ik niet handig. Dus dan doe ik alsof ik nu 1 heb gegooid en haal ik dat zeg maar uit dobbelsteen. En verander ik dat in iets uit de shop kopen. Bij een game. Dus dan ga ik nu alles claimen bij Clash Royale en Brawl Stars. En ik ga ook nog een skin van Colt kopen. Ja. Dus like deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt, als je dat nog niet gedaan hebt. En klik op dat belletje. Oké. Ik ga dus deze dingen claimen. En het is heel chill. Want er zit gewoon een legendarische kist bij. Het is echt heel chill. Dus dan ga ik dat openen. En daarna ga ik ook nog 1 keer vechten. Want als ik dan win, zit ik in Arena 8. Dus ik ga nu alle dingen claimen. Goud is chill. Kies tussen ballon of X-boog. Maar X-boog is nieuw, dus ga ik voor X-boog. Dan weer goud. En dan is dat moment daar. Ik ga gewoon een legendarische kist openen. Oké, ja, is het opgenomen? Ja, wordt opgenomen. Ga ik dan. Spannend. Oh, bandiet. Oké. De vorige keer, zeg maar, toen ik Clash Royale speelde op de andere iPad, had ik wel een paar legendarische. Toen had ik Bandiet niet, dus ik ben wel benieuwd hoe die speelt. Dit maakt niet zoveel uit. Kist, even snel doorheen. Hier heb ik nog niet zoveel van. En een nieuwe emotie, dat is ook wel leuk. Kiezen. Oh, ze zijn allebei nieuw. Ik denk dat ik ga voor die ridder of zo. Ik ben vergeten hoe die heet. En dan ga ik nu een partje spelen. Zit ik echt. Ja, als ik win zit ik echt in Arena 9. In Arena 8. En ik ga gelijk ook. Ja, deze is nieuw. Dat is wel chill. Ik ga gelijk ook even bandiet uitproberen. En ik doe hem dan voor een mini Pekka. Ga ik even uitproberen hoe die speelt. En dan zien jullie het einde van het potje. Oh nee! Shit. Bijna een kobolton. Dan hoop ik dat hij die kobolton niet ziet. Ja, hij ziet hem niet. Dat is wel lekker. Dan zit ik nu in Arena 8. En trouwens, ik vind die bandiet. Ik denk dat ik hem net iets chiller vind spelen dan Mini Pekka. Dus ik laat hem lekker in de tank. Even dit claimen. En Arena 8. Even deze kist. Oh, Zep, dat is wel chill. Oké. Okay. Ik ga eerst hier dingen claimen. Want daar is Dynamite. Krijg ik dan. Eerst dit verzamelen. Van wie zou ik het doen? Knokken vind ik chillst. Ik weet eigenlijk niet. Nou, omdat ik straks ook een skin van Colt ga kopen, ga ik van Colt. Oké. Okay. Kan ik Colt upgraden? Munten. Ik ga nu gewoon alweer van Colt. Ga ik nu een grote doos. Krijgen we daar iets uit? Nee. Wel 2. Stelende bonussen. Lekker 5 edelstenen. Krijgen we iets nieuws? Nee. Wel weer 2 stelende bonussen. Dokkenverdubbelaar. Weer 5. Voor wie zou ik het dit keer doen? Ik doe het gewoon weer voor Colt. En dan nu is daar Dynamite. Ze wordt nog steeds opgenomen. Ja. En dan weer 50.
Nou, voordat ik hem upgrade, ga ik eerst nog deze doos links onderin openen. Oh! En ik krijg gewoon Barbie! Dat vind ik wel chill. Gewoon 2 nieuwe knokkers in deze. Ga ik nu 3 grote dozen openen. Die krijgen jullie gewoon alle 3 te zien. Oh! Oh, Ben! Gewoon 3 nieuwe knokkers in deze video. Gewoon Ben! Oh! Echt chill! Hij neemt het nog op, maar oh, dat is echt chill. Laatste doos. Nee. Maar we hebben gewoon 3 nieuwe knokkers deze video. Oh ja, hier staat hij. En bam, heb ik ook nog eens een nieuwe skin. 3 nieuwe knokkers en 1 nieuwe skin. Hier staan ze, 3 nieuwe knokkers. Dynamite. Hier, Barbie. Geen team had nodig in. En hier, Pam had ik nog niks van gekregen. En dan ga ik nu alle 3 de... Ik ga nu eerst met de nieuwe skin van Colt spelen. Hop, daar staat hij. Bam, Balling Colt. En dan ga ik daarna met de 3 nieuwe knokkers spelen. Oh, ik ga dood door die Penny. Jammer, maar ik had wel best wel veel kills. En dan ga ik nu met de 3 nieuwe knokkers spelen. Eerst met Dynamite. Volgens mij is het niet zo'n chille map met Dynamite, maar ja. Nou, leuk knokker. Ah, dan ga ik gewoon nog gelijk dood. Dat is niet zo goed, maar ja. Geen goed begin met een nieuwe knokker, maar ik weet in ieder geval hoe die precies speelt. Ja, ik ga niet dood. Oké, deze map was volgens mij ook niet goed voor Barbie. Maar oké, ik heb hem in ieder geval uitgetest, level 26. Maar hij speelt trouwens wel lekker. Maar voor deze map niet echt. Ik ga nu Pam. Volgens mij is Pam nu... Wacht, hoe goed is Pam? Episch. Oké, dat is mijn eerste epische knokker. Dat vind ik wel leuk. Ik heb nu trouwens al een kist. Maar ik doe doos. Ja, sorry. Oké, ik ga even kijken hoe die speelt. Nou, nu zit die beer achter mij aan. Maar, er is wel hier een drankje. En daar, waar is die Nita? Nee, volgens mij zit die hier in de bosjes. Hé, waar is die Nita? Nita, waar ben je gebleven? Oh. Die Nita heeft zichzelf gekild of zoiets. Maar dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval gewonnen. En ik heb Pam al rang 2. Dan was dit het voor deze video. Like op deze video als je hem leuk vond. Maar natuurlijk is hij leuk. Abonneer. En druk op dat belletje. Nou, doei!